Kijk deze video voor extra geluk in je leven. Vandaag spelen wij Noob Simulator. Niet helemaal Noob Simulator. We spelen een spel waarbij wij moeten proberen om van 0 strained naar 999.999.999 te gaan. Oftewel, wij proberen om de allerkrachtigste noob te worden in heel Roblox. En dat is maar op één manier te doen. Namelijk door bacon hairs in te maken. Bacon hairs spannen overal in de map. Wij moeten ze inmaken. En in ruil daarvoor krijgen wij extra strained. Dus we worden een stukje sterker. Maar we kunnen ook eventuele hoofden krijgen. Dat zijn best wel zeldzame dingetjes. Als jij een bacon hair inmaakt, is er een kleine kans dat je er een hoofdje voor krijgt. En als je dat hebt, dan is dat nice. Want dat kun je dan namelijk weer verkopen. Dit hier is de plek waar jij je upgrades kunt kopen. En toevallig heb ik al een beetje gespeeld achter de schermen. Ik heb 3 upgrades gedaan. Ik heb gewicht 1 gekocht, gewicht 2, gewicht 3. En het volgende wat wij moeten proberen te kopen is gewicht nummer 4. En onze upgrades die zorgen er eigenlijk gewoon voor dat wij meer damage doen. Dus dat wij makkelijker de bacons in kunnen maken. We kunnen ook power-ups kopen. Die zijn daarentegen een stukje duurder. Zo kunnen wij explosief worden. Zo kunnen wij giftig worden. Zo kunnen wij verwarrend zijn. We kunnen in de fik staan. We kunnen andere spelers bevriezen. We kunnen zelfs huisdieren halen. En het allerduurste is de Golden Noob en de Dominus Noob Head. Als jij deze hebt, zijn al jouw muntjes 10 keer zoveel waard. En er zijn Game Passes. Nou, ik zie een VIP. Ik zie dat wij 2 keer zoveel muntjes kunnen krijgen. Het is op zich allemaal best wel interessant. Weet je wat? Laten we er gewoon lekker voor gaan. Ik weet wat de bedoeling is in dit spel. En we gaan er gewoon iets leuks van maken. Als jij nou een noob zou zijn. En jij zou zeg maar een andere... Hé, laat mij met rust. Ik wil deze bacon inmaken. En jij zou een andere naam voor een noob moeten bedenken. Zeg maar een noob, dat omschrijft natuurlijk iemand die een beginner is in wat hij doet. Hij weet er niet zoveel van. Hij is nog een beetje aan het experimenteren hoe alles zit. Maar als het woord noob nou verboden zou zijn, hoe zouden we dan een noob moeten noemen? Dat is een goede vraag, right? Oeh, King of the Hill. Ga hier staan en verdien muntjes. Wat? You are kidding me right now. Ik ben net begonnen met dit spel en ik ben serieus nu al... Wat? We krijgen letterlijk gewoon 10 muntjes per zoveel seconden dat we hier staan. En we hoeven er niks voor te doen. Oké, dat vind ik op zich best wel nice. Er is hier ook een menu waar wij codes kunnen invoeren. Nu moet ik zeggen dat ik die helaas nog niet heb. Dus daar kan ik niet zoveel mee. Oh, we kunnen er wel muntjes bij halen. Dat is nice. Oké, ik ga er 5000 muntjes bij halen. Let's do this. En met deze 5000 muntjes ga ik eens even kijken of ik misschien wat dingen kan upgraden. Er is trouwens ook, en veel mensen weten dit niet, maar er is een geheim verboden winkel in Roblox. Het wordt ook wel de Black Market genoemd. En in de Black Market kun jij dingen kopen die eigenlijk al tijden uit Roblox zijn verbannen. En ik heb begrepen dat die Black Market hier ergens te vinden is. Dus we gaan even kijken of we die kunnen vinden. Er is daar ook een soort van mega bacon hair portal. En oh ja, er is één eindbaas. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van dit spel. Namelijk dat je de 999999999 power bacon weet in te maken. Dat is eigenlijk een soort van de allerkrachtigste bacon die er is. En ik heb hem nog niet eerder gezien, maar hij zou ergens zijn. Ik zag trouwens echt een gigantische noob. Dit hier is de Black Market, als ik het goed heb. En we kunnen hier dus dingen kopen. Er staat... Ah, je moet eerst een rebirth hebben gedaan. Oh, dat is... Oh nee, ik heb meer strength nodig. Ik heb 1500 strength nodig voordat ik iets bij de Black Market kan doen. Nou, dan moeten we dus eerst even onszelf op een legale manier upgraden, laat ik het zo zeggen. Is op zich geen enkel probleem. Nou, wat kunnen we doen? We kunnen dus ook een pet erbij halen. De Jetpack Noob. Zorgt ervoor dat je hoger kunt springen. Oké, dat is een leuke. En wat nou als we deze halen? Deze zorgt ervoor dat je je vijanden kunt elektrocuteren. Oeh! Ik ga die gewoon halen. Let's do this. Oké, ik heb mijn allereerste huisdiertje. Moet ik hem nu nog met mij meenemen? Waarschijnlijk wel. Inventory, pets en let's do this. Moet ik hem dan hier plaatsen? Dat heb ik nu gedaan. Ik zie... Ja, daar is die! Ja! Oh, dat is zo leuk! Ik heb eindelijk mijn eigen pet. Oh, dat is echt serieus geniaal. Oké, ik ben hartstikke blij. Intussen loop ik op het dak waar ik eigenlijk niet mag zijn. Dus dat is een soort van niet helemaal toegestaan. We gaan eens even kijken of het werkt. Als ik deze nu in wil maken... Gaat mijn pet dan helpen? Ja! Mijn pet heeft hem geëlektrocuteerd. Oh, dat is zo incredibly gaaf.
Maar nu vraag ik me af, er zijn vast wel meer plekken waar wij naartoe kunnen, right? Wat is dit? Oh, je moet je aansluiten bij een speciaal soort groep voordat je gebruik kunt maken van deze beloning. Ik haat dat. Het is zo irritant. Ja, maar ik snap het wel, want er moet ook zeg maar een reden zijn voor spelers om zich aan te sluiten bij een groep. Dus het is wel een soort van logisch dat ze het doen. Ah, ik snap het al. Hier bij de portal kan je met andere spelers in gevecht gaan. Maar kan ik dan ook echt door de portal heen lopen? Oh! Wat? Oh, you are kidding me. Dat is next up. Dutch Tuber Job. Oh, dat is zo gaaf. Oké, dit is een soort van mega bacon hair stadion waar je het kunt opnemen tegen andere spelers. Alleen wat ik wel een beetje irritant... Ah, ik zie het al. Oké, ik wou net zeggen wat ik irritant vind is dat ik het idee heb dat ik heel erg weinig bacons tegenkom. Maar nu begint het mij duidelijk te worden. Ik moet simpelweg proberen om nieuwe areas te unlocken. Wat, we kunnen zelfs naar de ruimte, staat er. You are kidding me. Oh, nice. We hebben trouwens al 3 baconhoofden gekregen. Zoals ik dus al zei, er is een kleine kans dat als je een bacon inmaakt, dat je zijn hoofd krijgt. En als je die krijgt, dan kan je die later weer verkopen voor extra muntjes. Space, oké. Okay. Oh, wat? You are kidding me. Alleen heb je dan wel een extra leven nodig. Dus zeg maar, je moet een rebirth hebben gedaan, heb ik zo'n idee van. Is dat zo? Een rebirth. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? Er staat rebirth. Je hebt al... Oh, we hebben 35.000 strength nodig. En dan kunnen we naar deze nieuwe area. Ah, oké. Okay. Dus er zit zeg maar wel echt nog een extra doel aan dit spel vast. En dat is het doen van rebirths. Zeg maar, een rebirth is eigenlijk ervoor kiezen dat je al je tot dusver gemaakte prestaties... weggooit. Dat je dus eigenlijk gewoon zegt van ik heb het allemaal voor niks gedaan. Maar tegelijkertijd ook weer niet, want je krijgt er dan namelijk een rebirth point voor terug. En dat kun je heel goed gebruiken. Oké, weet je wat? We halen er weer even... Oh, we kunnen ook extra strength erbij halen. Dus ik kan gewoon letterlijk 100 strength halen. Ben ik dan ook echt groter? Wacht, wat? You are kidding me. Oh! Wat? Oh, dat is zo dope. Oké, maar wacht. Wat als ik dan 750 strength erbij haal? Word ik dan nog groter? Word ik dan... No way. No way. No way. Oh, dit is amazing. Ik ben buffed. Ik ben buffed. Ik ben huge, bro. Kijk dan, little homie. Ik ben groter dan jou. Ah, en we hebben strength nodig voor nieuwe areas. I get it now. Oh, dit is so amazing. Oké, we zijn op Little Noob Island. Oh, maar de noobs die zijn hier ook sterker. Of de bacon hairs die zijn hier sterker. We hebben nu te maken met better bacons. Zoals ze zichzelf noemen. Bro, dit is zo grappig. We zijn mega groot. Van een echt een noob zijn we gegaan. Zeg maar, het is dus de bedoeling dat je de 999.999.999 strength bereikt. Dat wordt ook wel gezien als 999.999999. Dat is een soort van het maximale wat je in elk spel kunt behalen. Een miljard is zeg maar niet mogelijk. Dus dan maar één daarvoor. Zo werkte denk ik. Dat is een beetje het ritme. Ah, fijn. We zijn in ieder geval lekker bezig. We maken de bacons in. En we kunnen eigenlijk alweer door naar alweer een nieuwe area. Tenminste, ik weet het niet zeker. Ja, we kunnen door naar de 200 strength area. Laten we dat doen. Oh, this looks amazing. We zijn bij Bigger Noob Island. En we hebben hier te maken met de best bacons. Oké. Dus dit zijn geen grappen meer. Dit zijn eigenlijk al gewoon de allersterkste bacons die wij tegen kunnen komen. Het is ook zo zielig. Want zeg maar, deze bacons lijken op geen enkele manier de moeite te willen doen om zich te verzetten tegen ons. Ze lijken gewoon alleen maar weg te willen rennen. En it's so sad. It's just so sad. Oké, eigenlijk wil ik wel weten wat er dan achter deze poort zit. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als hier in deze area waar wij nu zijn de best bacons rondlopen. Wat krijgen we dan na deze area? Dat is wel serieus iets wat ik mij afvraag. En ook waarschijnlijk iets waar we vrij makkelijk achter kunnen komen. Oké, gaan we nu ook upgraden? Ja! Oh, wat? We zijn buffed. Oké, maar nu kunnen we wel naar deze area. Oh, dit is zo dope. En waar hebben we hier dan mee te maken? Want hiervoor hadden we te maken met de best bacon. Volcano base. Maar welke... Oh, wat? Ze hebben geen eens een shirt meer aan. Oh, nee. De huge bacon. Oh, dit is wel pretty amazing. Dit is wel... Ze zijn wel echt super krachtig. En dus ook lastig in te maken. Maar dit is zo'n grappig spel. Dit is zo'n grappig spel. Oké, we gaan gewoon eens even kijken wat dan zeg maar de... Oeh, wat is dit? Ook dat heel even dat een geheime poort was. Soms heb je dat in games. Dan heb je van die geheime inhammetjes en gangetjes waar je zeldzaamheden kunt vinden. Maar this is pretty amazing, bro. I like this. Ik ben alleen dus wel heel erg benieuwd wat de volgende area gaat zijn. Maar eerst maak ik nog even een huge bacon in om een lesje te kunnen leren. Als jullie in deel 2 willen van dit spel, laat het dan vooral in de comments weten. We kunnen dus voorlopig... Oh, ik denk dat we zelfs op dit moment gebruik kunnen maken van de Black Market.
Ik weet het niet zeker, maar ik denk van wel. We hadden daar geloof ik 1500 strength voor nodig. En we zitten inmiddels al op 1662. En waarschijnlijk als we deze beacon hebben ingemaakt, zitten we hoger. Inderdaad, 1671. Oké, wacht, ik denk dat we hierin kunnen. Ik weet dus dat er een soort van beacon eindbaas is waartegen wij het uiteindelijk moeten opnemen. Ik weet niet of die hier binnen gaat zijn. En hier kunnen wij niet naar binnen. Dus we moeten er even omheen lopen. Maar in ieder geval, bij genoeg likes ga ik een deel 2 maken van deze ongelooflijk epische simulator. Echt, I love this. Dit is zo ongelooflijk grappig. Zeker iets wat ik in overweging wil nemen. Nou, laat ik hem nog even inmaken. We zijn in ieder geval van een... Ja, ik wou zeggen, we zijn van een noob-noob naar een pro-noob gegaan. Maar dat klinkt zo raar. Een pro-noob. We zijn van een hele slappe naar een hele sterke noob gegaan. Laat ik het op die manier zeggen. Well, we gaan hier naar boven. We springen naar beneden. Ik zie hier nog een gigantisch afgetrainde beacon. Ik zie daar nog een gigantisch afgetrainde beacon. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat is de volgende area? We weten namelijk dat we hiervoor in een area waren waar alle beacons als best werden bestempeld. Hier worden ze als huge bestempeld. En de volgende portal, daarvoor hebben wij 2000 strength nodig. Ik heb geen idee wat voor karakters, wat voor beacons daar gaan zijn. Maar bij genoeg likes komen we erachter. Tot de volgende keer en adios.